Om de foto die je hebt ingevoegd via het tabblad invoegen afbeeldingen dit apparaat. Verder te bewerken, verder op te maken, moet je erop klikken. En dan zie je rechtsboven een nieuwe knop verschijnen. Die verschijnt enkel wanneer je op de foto hebt geklikt. Dat is een eerste belangrijke punt. Ik begin altijd eerst met de tekst terugloop in te stellen. Ja. En dat knopje vind je ook hier. Wat is het nut van deze knop? Wel, met die opties die je hier ziet staan, kan je gaan bepalen hoe de tekst ten opzichte van de foto zich zal verhouden. Ik kies meestal voor vierkant. Ik ga er nu op klikken. Voilà. En wat zie je dan? Met die optie gaat de tekst mooi rond die afbeelding gaan lopen. Voilà, ik ga hem even positioneren zodanig dat hij goed staat. Zo. Ik pas ook altijd een bepaalde stijl toe. Ja, die vind je hier. Je hebt daar heel veel mogelijkheden. En degene die ik nu had toegepast, was de slagschaduw. Voilà. Op die manier kunnen we hem activeren. Um, we kunnen ja, de achtergrond verwijderen gaat ook. Ik vind niet dat die functie in Word heel goed werkt. Ik geef toch de voorkeur aan de website removebg Removebackground, remove background, die we in een aantal andere lessen zeker al gebruikt hebben. Die werd feilloos en, naar mijn mening, veel beter dan de optie hier in Word. Wat kunnen we nog doen met de foto? We kunnen correcties doorvoeren, kijk. Je ziet meteen al de mogelijke resultaten. Kleuren aanpassen, andere effecten toepassen, de foto wat doorzichtig maken. Kijk, je ziet meteen ook het effect. Um, en dan hier kan je ook eventueel nog een rand gaan toevoegen, nog een ander effect gaan toevoegen, enzovoort. Ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste uh, opties. Wil je de foto bijsnijden, dat is niet verkleinen, want dit is een foto verkleinen. Dan neem je hem in de hoeken vast natuurlijk. Niet uh, in de middelpunten, want dan krijg je beeldvervorming, dat willen we niet. Dus telkens één van de hoeken vastnemen. Maar zeg je, ja, ik wil bijsnijden, en dus niet gewoon verkleinen. Dan klik je op die knop van boven, en dan kan je een stukje van de foto Knippen en als je dan op Enter duwt, dan heeft hij meteen dat stukje eraf geknipt.